Welkom bij het webinar over de kracht van organisatieopstellingen. En leuk dat je kijkt, live, of dat je dit later terugkijkt. Ook leuk natuurlijk. Het was wel grappig, vandaag heb ik nog een mail de deur uit gedaan. En nou, volgens mij hebben vandaag zich 70 mensen aangemeld. Dus dat is leuk om te zien dat het onderwerp ook zoveel interesse heeft. We gaan de komende 3 kwartier tot een uur ons verdiepen in de opstellingen, organisatieopstellingen. En nou, mocht je dus vragen hebben, gebruik de chat daarvoor. Je kan ook je handje opsteken, maar vooral de chat die is daar zeer geschikt voor. Ik heb een presentatie, dus die zal ik afwisselen met af en toe dat ik in beeld kom. Want dat vind ik ook altijd leuk om even mezelf te laten zien. Maar we gaan starten met de presentatie. Dus komt de iemand daar iets... Wemmy zegt hallo, hallo Wemmy. Hartstikke leuk dat jullie er allemaal zijn. En dit ben ik. Martijn Meijma. Nou, een aantal van jullie kennen mij, een aantal ook niet. 47 jaar getrouwd met een prachtige vrouw Marianne. 2 dochters. Ja, en als missie heb ik een nieuwe wereld helpen creëren. En nieuw in de zin van dat mensen op een andere manier met elkaar omgaan. Dat we op een andere manier zaken doen. Dat het veel meer... vanuit een balans gebeurt dan vanuit tekort en disbalans. Meer vanuit liefde in plaats vanuit angst. En daar draag ik soms hele grote stenen aan bij. Soms kleine steentjes. Dus dat vind ik leuk. En dat is ook wat organisatieopstelling van mij. Die hoort daar ook bij. Dat draagt ook echt wel bij aan dat we op een andere manier met elkaar omgaan. Mijn achtergrond is bedrijfskunde. In Groningen heb ik bedrijfskunde gestudeerd. Van 1989 tot 1995. En daarnaast heb ik heel veel intuïtieve trainingen gevolgd. Dus... ja, die intuïtieontwikkeling, maar ook adviesvaardigheden, waar ook redelijk wat intuïtieve zaken in zaten. En langzamerhand ben ik die twee bij elkaar gaan brengen. En coach en training, dus ondernemers, managers, medewerkers, teams. Om meer uit zichzelf te halen, meer uit het werk te halen, meer uit een bedrijf te halen. Door die intuïtieve laag, zoals ik het eigenlijk noem, erbij te betrekken. Door niet alleen maar vanuit de ratio bezig te zijn, maar ook breder, dieper, hoger te kijken. En daarnaast geef ik opleidingen, workshops op het grensvlak van bedrijfskunde en intuïtie. En daar komt ook vaak een stuk persoonlijke ontwikkeling en groei bij. Want ja, dat intuïtieve stuk, dat gaat echt over de mens. Nou, je kan alles zien op www.intuïtiefondernemen.nl. Onder de video zie je als het goed is ook mijn agenda. Dus daar kan je even op klikken om te zien wat ik de komende tijd allemaal uitspook. Ja, opstellingen. Ik ben al sinds 2007, heb ik mijn eerste opstelling ervaren, 10 jaar geleden. Ja, het was heel indrukwekkend eigenlijk. Ik zat in een zaal met 80 man. En op het podium vond een opstelling plaats. En op een gegeven moment was ik in tranen. Ik denk, wat is dit nou? Dit is een opstelling voor iemand anders. Met representanten die van andere mensen, zeg maar. En ik was in tranen. Ik was zo diep geraakt. En het is wel interessant, want toen dacht ik dat ik wist waarom. En eigenlijk pas 7 jaar later kwam ik erachter waarom ik echt geraakt was toen. Dus dat was heel interessant wat opstellingen doen, zelfs als je je niet bewust bent van waar het over gaat. Nou, toen in 2008 ben ik zelf opstellingen gaan leren begeleiden. En heel veel mij toegepast. En in 2013 ben ik mijn eerste groep gaan opleiden om opstellingen te gaan begeleiden. Dus toen werd ik zelf de leraar. Dat was ook wel een beetje een rare stap voor mij. Ik dacht, hey, kan ik dat al? Mag ik dat al? En het is hartstikke leuk om te doen. En in 2016 heb ik een nieuwe stap genomen. Ben ik in het buitenland met opstelling aan de slag gegaan. En heb ik een opstelling geleid over het land Bulgarije. Dus dat was ook echt heel bijzonder om te zien. Om de energie van een land, zeg maar, op te stellen. Nou, toen ben ik ook in het buitenland trainingen gaan geven. En in oktober start alweer de 7e groep. Voor mensen die opstellingen willen leren begeleiden. In een 5-daags is dat dit keer. En begin volgend jaar ga ik weer naar Parijs. Ja, ik gebruik het bijna iedere dag. 1-op-1 coaching, in workshops, in management teams, of management, andere soorten teams. En ook voor mezelf. Dus dit enthousiasme en mijn ervaringen, die wil ik graag met je delen in dit webinar. Ook met het idee dat je er zelf direct al wat aan hebt. En ook dat je dan een beetje een idee krijgt van, wat kan ik nou met opstellingen? Maar ik ben wel even nieuwsgierig wat jouw ervaring is met opstellingen. Dus dan ga ik even kijken hoor. Daar kan ik een poll starten.
Dus de vraag is, hoeveel ervaring heb jij met het opstellingenwerk? Nou, helemaal niet. Of ik heb ervan gehoord, maar nog niet meegemaakt. Dus mag je zelf even invullen onderin. Dus je kunt gewoon even klikken. Ja, dank jullie wel. Ik doe regelmatig opstellingen of ik heb het wel eens meegemaakt. Dus klik maar onderin van, hé, wat geldt er voor jou? Nou, ik zie dat een aantal wel meegemaakt hebben. Helemaal niet, is al niet. Mensen hebben ervan gehoord. Nog de laatste kans om het in te vullen. Toch ook iemand die helemaal niet heeft ingevuld. Geeft mij ook een beetje een idee van, maar ja, wat ik nog moet uitleggen en wat niet, zeg maar. Maar ik zie dat het toch een beetje wisselend is. Dus ik zal ook wat de basics, zeg maar, behandelen. En daarnaast ook, ook voor de mensen die het al regelmatig doen, is het, ja, altijd weer leuk om ook weer misschien even een andere kijk erop te krijgen. Ik zag ook dat een aantal mensen mij al kennen en een aantal mensen nog niet. Goed, dan zal ik die poll ook weer even stoppen. Ik weet niet hoe dat moet. Als het goed is dit nu weer weg, denk ik. De achtergrond van opstellingen. Opstellingen zijn al in de tweede helft van de vorige eeuw zijn die begonnen. Dus dat is wel interessant. Hè? Want het is nu steeds meer in opkomst. Maar het is al heel oud eigenlijk. Bert Hellinger noemen we toch wel de grondlegger van de opstellingen. Hij heeft het niet helemaal zelf bedacht. Maar hij is wel degene die een aantal elementen. Bijvoorbeeld psychotherapie, systeemtherapie. Maar ook andere elementen heeft samengebracht. Hij is ook een tijdje in Afrika geweest. Waar hij merkte dat de stammen daar, die gingen dus met mensen die dus de fout begingen, die fouten maakten, die sloten ze niet uit, die sloten ze juist in. Die dwongen ze eigenlijk, of die werden verplicht om weer in hun tribe, zeg maar, in hun stam te komen, zodat ze weer zich konden verbinden met die stam. En in plaats van dat ze naar buiten werden gesloten, wat wij doen in de gevangenissen, zeg maar. Dus dat is ook een onderdeel van het systemisch werk. En het interessante vind ik van opstellingen is dat het echt ontstaan is vanuit ervaringen. Niet van iemand heeft iets bedacht, maar het is in het werk ontstaan. Dus Bert Hellinger is dingen gaan uitproberen. En toen is hij nog iets en dan ontdekte hij weer iets. Is hij weer iets gaan uitproberen. En dat noemen we ook wel een fenomenologische benadering. Waarbij je dus echt waarneemt van wat is er nou? Wat ervaar ik in het hier en het nu? En niet gaan nadenken, geen theorieën en concepten, maar eigenlijk helemaal in het hier en nu bezig zijn. Dus dat past ook heel erg bij intuïtief ondernemen en bij intuïtie inzetten, want dat is ook heel erg vanuit het hier en nu. En daar heeft hij dus een aantal tijdloze waarheden over mensen en hun onderlinge relaties ontdekt. Dus van wat zijn nou krachten die spelen tussen mensen in relaties die je eigenlijk iedere keer weer terugziet. Nou, daar zullen we zo meteen verder op ingaan, want die kan je eigenlijk gewoon iedere dag zonder opstelling kan je die al toepassen in je dagelijks leven. Ja. Nou, inmiddels heeft het hele opstellingenveld, noem ik het maar eventjes, zich heel erg ontwikkeld. En naast Bert Helling begon het echt met familieopstellingen vanuit de therapeutische setting. Heb je inmiddels verschillende soorten opstellingen. Familieopstellingen, organisatieopstellingen, loopbaanopstellingen, ziekteopstellingen, relatieopstellingen, merkopstellingen, productopstellingen, managementopstellingen. Nou, verzin het maar en er zijn opstellingen voor. En dat vind ik ook mooi, weet je, het is ook niet een soort beschermd iets, iedereen kan bezig zijn met opstellingen, en de een doet dat heel intuïtief en volgt echt de flow, en de ander doet het wat meer rigide, en de een is echt heel erg met ziekte bezig, de ander houdt het echt sec bij families, en nou, het is een heel dynamisch werkveld, en dat vind ik ook het mooie. Het kan ook betekenen dat er dus ook mensen zijn die niet helemaal, kwalitatief hoogwaardige opstellingen begeleiden, als daar zeg maar een soort van meetlat voor is. Maar het kan dus zijn dat mensen wel wat negatieve ervaringen eens een keer hebben gehad met opstellingen. Dat is ook prima, vind ik. Dus voor jezelf ook, als je met opstellingen verder wil, kijk gewoon waar vind je iemand waar jij een goed gevoel bij hebt, waarvan jij vindt dat past bij mij. En ga daar ook dan ook mee verder, zeg maar. Nou, naast de onderwerpen is er ook een verschillende vorm. Dus je kan het in groepen doen, hè? Dat is een beetje traditioneel, is dat er een workshop is, er is één vraagsteller. Op meerdere vraagstellers, maar een vraagsteller. En er zijn mensen uit die groep die worden dan neergezet als representant voor elementen uit zijn of haar vraag. Maar je kan het ook in één op één doen. Met vloerankers of tafel, poppetjes op tafel.
Je kan het ook met duo's doen. Je bijvoorbeeld twee opstellingen tegelijkertijd. En dan gaan ze daarna naar elkaars opstelling kijken. Als dat kan bijvoorbeeld in mediation heel erg goed. Of in relatietherapie. En je kan het ook nog in iemands hoofd doen. Dus dan doe je een visualisatie waarin een opstelling gebeurt. Dat doe ik ook regelmatig. En dat is ook, ja. Nou, het is iedere keer, ja, ik lach ook mee. Want het is iedere keer weer indrukwekkend. Wat voor een effect het eigenlijk heeft. Terwijl het in de basis eigenlijk zo eenvoudig is. Je zet iemand in de ruimte en je vraagt hoe gaat het met je. Je zet iemand in de ruimte en iemand anders ernaast en je vraagt van waar wil je staan. En in die simpelheid maar ontstaat er zoveel mooie dingen. Ja, en ik heb hier opgeschreven beweging van de ziel. En dat is ook zeg maar, iets wat wel veranderd is in de afgelopen jaren. En ja, daar heb je ook voorlopers en mensen die zeggen, ik doe het nog wat meer op de traditionele manier. En ook daar is geen goed en slecht. Alleen wat je ziet is dat er dus in het begin heel erg directief werd gehandeld. Hè? Dus Bert Hellinger die verplaatste de representanten. Die zei, nu moet de vader naast de moeder gaan staan. De zoon er tegenover. De zoon moet zeggen, ik ben jouw zoon. Jij bent mijn vader. En dat is meer, dat is zich aan het ontwikkelen. Dat er ook steeds meer opstellingsvormen of opstellingstypes komen waarbij het veel meer in stilte gebeurt bijvoorbeeld. En waar niet de begeleider bepaalt, maar meer het veld, dus de representanten zelf bepalen welke beweging volgt. En dat is het ook, wordt het ook uit de therapeutenhoek gehaald, dat het niet meer is van ik wil iets oplossen of fixen. Maar Hilke Bonnema, die ik ook wel volg, is ook die doet ook mooi werk op dit gebied, die noemt het ook wel een ceremonie. Dus we begeleiden eigenlijk een ceremonie van iets wat in beweging is. En dan is het niet meer zo van ik ben de therapeut en ga voor jou kijken waar de oplossing ligt. En daar zitten veel gradaties in. Ik gebruik ook verschillende vormen. Af en toe werk ik met inderdaad dat het echt gewoon, we laten open wat er is. En de andere keer is het veel meer gericht op een vraag. En gaan we gewoon kijken van wat voor antwoorden liggen er nou in die opstelling. Maar het is wel goed om te realiseren dat er verschillende aanpakken zijn en manieren zijn. Mocht je vragen hebben, stel ze gewoon tussendoor. Af en toe ga ik naar de chat toe en zal ik die vragen beantwoorden. Dus je hoeft niet tot het eind te wachten zeg maar, voor de vragen. Die mag je gewoon tussendoor erin gooien. Nou, wat is systemisch kijken? Want daar begint het eigenlijk mee. Is dat opstellingen zijn een vorm van het weergeven van het systeemdenken. Nou, dat begint eigenlijk met ik. Misschien een beetje egocentrisch. Maar jij wordt geboren in een familie. Met je pa en je ma, vader en je moeder. En daarmee ontstaat het eerste systeem. Nou, eigenlijk is ik al het eerste systeem, want het is jouw lichaam, wat bestaat uit allerlei verschillende onderdelen. En een systeem is eigenlijk een geheel van delen die samenwerken en die ook weer uitmaken van een groter geheel. Dus jij maakt dan weer een deel uit van je familie waarin je geboren bent. En die maakt weer uit van een veel grotere familie. En nou is het zo dat als je dus zeg maar nu gaat kijken naar het individu of zelfs naar, dat doen ziekteopstellingen ook heel erg, naar je lichaam. Kan het dus zijn dat er iets in dat grotere systeem aan de hand is, of dat er iets in dat systeem niet helemaal klopt, wat effect heeft op jou, zonder dat je daar je bewust van bent. En dat vind ik het interessante van het systemisch kijken en ook van het werken met opstelling, is dat je niet gaat kijken van ik heb een pijntje in mijn linkerteen, of ik heb moeite met dominante mannen, of ik vind het zo lastig om iets af te maken. Nee, je gaat dan kijken van, waar zou dit nou een uiting van zijn? Of waar in het grotere systeem ligt de oorzaak van dit gedrag, van dit symptoom? Dus je gaat ook meer naar gedrag of ongewenste situaties kijken als symptomen, dan als feitelijke situaties. Vervolgens gaat ik op pad en je komt op school. Ja, en daar zit je met allemaal ikken. En ik heb bij die ene dat cirkeltje getekend van die familie die je meeneemt. Maar iedereen neemt zijn familie mee. Nou, en daar zie je dus dat dan dus die systemen gaan ook met elkaar klikken of juist botsen. Dus dat is ook wel interessant als je dus naar... Want de volgende stap is natuurlijk dat je niet naar je school gaat, maar dat je naar je werk gaat. Dus als je op je werk in je werksituaties kijkt van... ik ontmoet niet een persoon als ik iemand anders ontmoet, maar ik ontmoet een persoon met alle systemen waar die deel van uitmaakt. En ik heb net gezegd familie, maar je hebt natuurlijk ook, je bent ook lid van sportvereniging misschien. Je bent lid van een religieuze vereniging of gemeenschap. Je zit in het opstellingenwerk of je bent de coach. Dus zo zijn er allerlei systemen waar je deel van uitmaakt. Dus je mag wel 20 cirkeltjes zeg maar bij die ik tekenen. En die ontmoet dus 20 andere cirkeltjes.
Nou is het familiesysteem wel een van de sterkste systemen, omdat je daar echt vanaf, nou ja, vanaf je geboorte in zit. En de eerste indrukken die, en de eerste reacties, zeg maar, op het leven, die maak je daar. Dus het is al boeiend, want we kunnen zeggen van nou, we houden werk en privé gescheiden, maar dat kan niet. Per definitie kan dat niet. Je neemt jezelf mee en met jou komen alle systemen mee. Dus het is ook wel interessant om als je met iemand in contact bent, eens te kijken van hey, wat voor systemen kom ik daar nu tegen? En als deze persoon nou dit zegt tegen mij, vanuit welke systeem, zeg maar, spreekt hierin mee? Dus dat zijn al vragen die je dus vanuit dat systemische kijken gaat stellen. Dus je gaat niet kijken van nou, waarom stelt iemand deze vraag? Nee, welk systeem praat er nu tegen mij? Is dat de voetbalvereniging? Of is dat inderdaad de coach in deze persoon? Of is dat de familie? Of is het de van vaderskant, de moederskant? Dus dat is al een hele andere manier naar organisaties en naar mensen kijken. En hier, kijk, dat hoort ook bij dat systemisch kijken, is dat er dus een groter bewustzijn is dat invloed heeft op de individuen. En Bert Hellinger noemt dat de groepsgeest of de systeemgeweten. Dus dat is het geweten van de hele groep. Die zorgt er eigenlijk voor dat die groep een groep blijft. Die zorgt ervoor dat alles bij elkaar blijft. En dan krijg je, dus verderop zie je die drie oerkrachten. Dat het systeem, dus die groepsgeest, zeg maar, die systeemgeweten, die wil dat alles ingesloten wordt, alles wat erbij hoort, dat moet erbij blijven. En dat betekent bijvoorbeeld in een familie, als dus iemand NSB'er was in de oorlog, nou, de grote kans dat hij wel verstoten is. Maar dat grotere geweten, dat grotere bewustzijn, dat zegt eigenlijk, nou, we kunnen niemand verstoten uit ons systeem. En dus gaat er iets gebeuren, want dat grotere systeem neemt dan als het ware echt iets over. En het kan zijn dat er dus ergens iemand heel irritant gedrag gaat vertonen. Of ADHD krijgt, of zelfmoordneigingen krijgt. Of nou, allerlei symptomen die dus uiteindelijk ontstaan doordat die NSB er uitgesloten is. Nou, dit gebeurt ook in organisaties. In organisaties kan het ook zijn dat een hele afdeling er eigenlijk niet bij hoort. Of gecreëerd is om gepensioneerden toch ook maar een plek te geven, zeg maar. Of mensen die er eigenlijk niet meer belangrijk zijn. Of, nou, die ene penningmeester die een greep in de kas heeft gedaan bij de vereniging. Dat hebben we meegemaakt bij onze hockeyvereniging. Ja, die wordt verstoten, maar die hoort nog wel bij het systeem. Ook al is hij, zeg maar, ontslagen en terecht ontslagen. Dus het is wel belangrijk om je dat te realiseren, dat er dus alles hoort erbij. Er is voor iedereen een goede plek. Dat is een andere manier om dat aan te geven. En dat grotere bewustzijn, dat grotere systeemgeweten, ja, die regelt dat als het ware. Die zorgt dat als iets geen plek heeft, dat er dus ergens anders in het systeem gedoe ontstaat. Dat daar dus symptomen ontstaan. Een andere oerkracht, waar dus ook dat systeem op reageert, is dat geven en ontvangen in balans moet zijn. Dus alle leden van het systeem, alle delen van het systeem die geven aan het systeem. Bijvoorbeeld dat je in een organisatie geeft je tijd, je geeft je energie, je geeft soms ook wel je liefde. En je krijgt terug, je krijgt geld, je krijgt waardering. Soms krijg je echt het gevoel van erbij horen. Dat zijn allemaal dingen die je krijgt. Dus het is niet altijd in geld uit te drukken. En dat moet in balans zijn. En als dat niet in balans is, dan zal dat grotere bewustzijn, dat systeemgeweten, zal dan weer ingrijpen. En dan zal er ergens iets gebeuren. En dat is nooit zo heel rationeel te bedenken wat er dan gebeurt. Waardoor dus dat weer meer, ja, dat komt vaak daardoor niet in balans. Het komt, ja, dus wordt juist een probleem ontstaat er. En het laatste, de oerkracht, is de rangorde. Er is een soort logische, ja, natuurlijke rangorde in systemen. Dus hè, met families heb je generaties. Dus je hebt de opa's en oma's, je hebt de ouders, je hebt de kinderen. En zodra een kind voor zijn moeder gaat zorgen, zeg maar, dan ontstaat er een gedoe in die rangorde. Dat klopt dan niet meer. En dat grotere geweten gaat dan daar een oplossing voor bedenken. En dat is het tweede punt. Dat is eigenlijk een oplossing, al die problemen, al die symptomen. Een andere rangorde is dat voor ondernemers, dat jij creëert je bedrijf. Maar wat ik vaak zie is dat het bedrijf als het ware jou overneemt. Je moet dit en je moet dat en je moet zus. Maar dat heeft helemaal niks te maken met dat jij de baas bent over je bedrijf. Jij kan best zeggen tegen je bedrijf van nou, ik wil vandaag werk ik gewoon niet. Of ik werk op halve kracht. Of wij gaan links en niet rechts. Dus dat is ook, en als dat dus niet in balans, als die rangorde niet klopt, dat jij niet de regie hebt over je bedrijf. Ja, dan krijg je gedoe in je bedrijf. Dan komen er misschien geen klanten, of je krijgt een burn-out, of nou, al dat soort symptomen. En het is interessant om dan ook naar deze onderliggende oerkrachten te kijken.
Want uiteindelijk als die oerkrachten dus ja, niet aan worden voldaan, zeg maar, dan gaat dat grotere bewustzijn, dat gaat dus een oplossing zoeken. Maar wij ervaren dat dus als probleem. Nou, vandaag is ook zo'n mooie dag, hè? 9-11. Dus ik weet niet meer hoeveel jaar geleden, die Twin Towers. En dat is ook wel interessant om te kijken naar het grotere geheel. Want ook, ja, weet je, we maken deel uit van een land, we maken deel uit van een nationaliteit, we maken deel uit van een religieuze groep, we maken deel uit, uiteindelijk deel uit van de hele wereld. Dus ook het grotere systeem van de wereld, ja, dus dat terrorisme misschien even in de bredere zin, van het, of een, ja, om het wat breder te trekken, is ook een symptoom van iets wat in dat grotere systeem aan de hand is. Dus daar kunnen we ook kijken, hè, van wat wordt er uitgesloten in dit systeem. Krijgt iedereen evenveel dat van het systeem en geeft die evenveel aan het systeem? Nou, rangorde weet ik niet of dat... Maar dat geven en ontvangen, ja... Ik denk dat we als westerlingen toch wel redelijk wat genomen hebben her en der. En dat we ook wel dingen aan het uitsluiten zijn. Nou, dus dat is wel goed om je te realiseren. En dat is... Hè, want op een bepaald niveau kan je... Je kan natuurlijk niet zeggen van we gaan met vliegtuigen maar even in dat World Trade Center vliegen. Dat is niet een soort vrijbrief om maar allerlei terroristische daden te doen. Alleen, wat dingen gebeuren in de wereld. En het is interessant om op verschillende lagen daarnaar te kijken. Dus enerzijds is het hele te maken met van... Ja, weet je, dit is een vreselijke daad. En voor de slachtoffers is het gewoon echt vreselijk. En voor de wereld ook, hè, waar de angst gaat regeren op een gegeven moment. En tegelijkertijd is er die systemische laag waar we ook naar kunnen kijken. Om te kijken van, wat is nou die dieper liggende oorzaak hier? En als je daar wat aan doet, dan zal je ook duurzame oplossingen creëren. Nou, hetzelfde geldt voor organisaties waar eigenlijk al heel lang bijvoorbeeld bepaalde problemen zijn. Of waar bepaalde complexe problemen waar je zegt, ik krijg de vinger er niet af waarom dit nou is. Rationeel kunnen we gewoon niet ontdekken wat er aan de hand is. Nou, en dat is, en daar zal ik zo meteen ook iets verder ingaan. Die onderstroom, die is bepalend. We denken vaak dat alles wat we rationeel bedenken bepalend is, maar er zit een soort onzichtbare, ontastbare, onhoorbare energieveld. Ja, hier raken we een beetje natuurlijk in het abstracte of zweverige, maar er is wel iets van energie en iedereen kent het ook wel. Als je op een verjaardagsfeestje van je oma zit, dan gedraag je anders dan dat je op de voetbaltribune zit. Dat heeft natuurlijk ook met een andere setting te maken, maar het heeft ook met een andere energie. Als je bijvoorbeeld in dezelfde kamer je voetbalvrienden zou zetten, of je zet in dezelfde kamer je schoonfamilie, dan ga je je anders gedragen. En dat is ook in bedrijven. Als je daar binnenkomt, krijg je meteen al een soort van gevoel van, wat is hier aan de hand? Of, hé, hey, dit voelt lekker. Of, oh jeetje, wat zit hier een spanning in? En dat is die onderstroom. Nou, het systemisch kijken gaan we ook met die oerkrachten kijken we naar. En alles is bezield. En dat vind ik ook het mooie met opstellingen. We stellen dus, vanuit familieopstellingen heb je de vader, de moeder, broers, zussen. Maar in een bedrijfsopstelling kan je ook een gebouw opstellen. Of een product. Of een marketing. Je Facebook kan je opstellen. Of je marketingcampagne. En dat krijgt dan ook een stem. En je zal ook merken dat daar geldt de rangorde voor. En ook daar geldt over dat alles erbij hoort. Dus dat is wel heel interessant om dat totaal te kunnen zien. Dat ook dat soort abstracte begrippen, dat die bezield zijn. Kijk, volgens mij zie ik nog geen vragen. Nee. Ja, hoe werkt het? Dat wil iedereen natuurlijk weten. Praktisch gezien, eventjes voor de mensen die het nog nooit gedaan hebben. Er is iemand met een vraag. En op basis van die vraag wordt er gekeken welke elementen zitten nou in die vraag die van belang zijn. Dat is al bij familieopstellingen heel makkelijk. Dan gaat het meer van feitelijk, van hoe zit je familie in elkaar? Ook dat is trouwens niet altijd even makkelijk. Want ik vroeg iemand, nou je hebt een vader en een moeder. Dat is meestal, nee, ik heb geen vader. Vond ik wel interessant, maar goed, feit was. Ja, ze zegt, ik heb een spermadonor die mij gecreëerd heeft. Maar verder is het geen vader. Dus, nou, ook daar zie je al dat mensen op een andere manier dus maar in het leven staan wat dat betreft. En nou, als het dan over alles hoort erbij, die vader was het daarmee al redelijk uitgesloten. Maar goed, dus dat zijn de basiselementen bij familieopstellingen. Maar als het gaat over organisatieopstellingen, ja, dan krijg je hele andere elementen. Dan is het zo van, ja, misschien de visie van de oprichters bij toen ze het bedrijf oprichten, of de oprichters überhaupt zelf, of ik heb ook wel eens gewerkt met het bedrijf ten tijde van, of het bedrijf in de fase 1, fase 2, fase 3.
de klanten van het bedrijf, het product van het bedrijf, potentiële klanten, klanten van de klanten, het stigma wat bijvoorbeeld op gehandicapten zit in de maatschappij, de geldende normen en waarden in die tijd. Dat kan ook, hè, met bouwfraude en zo. Dus dan kan je vanaf nu terugkijken, kan je daar heel veel van vinden. En dat kan heel veel problemen opleveren in een organisatie. Maar als je dan een element neerzet voor de moraliteit van die tijd, dan zie je meteen dat systeem weer tot rust komen, omdat er dus het gezien wordt dat het in die tijd was het anders. Toen hadden we andere normen en waarden daarover. Nou, dus er worden de elementen bepaald. Vervolgens worden die elementen, wordt een representant gekozen voor ieder element. Als we werken met een groep, dan zijn dat dus mensen. Die worden opgesteld in de ruimte. En vervolgens is inderdaad de vraag, wat toont zich hier? Dus vaak laat ik de mensen ook meteen bewegen. En dan zie je al dat mensen zoeken elkaar op of gaan juist weg. Je ziet dat iemand juist heel erg bewegelijk is of juist heel erg stil. Dat iemand misschien bijna doods is of juist heel erg verstijft. Dus er ontstaat heel veel informatie zonder dat we dat gaan analyseren en rationaliseren. Dus je voelt als het ware ook de spanning die er is. Vaak is er wel spanning, want dan was die vraag er niet. Soms laten we de mensen ook wel praten, hè, van wat ervaar je op deze plek, maar niet van wat kan je hier bedenken, maar wat ervaar je op deze plek? Hoe is het in je lijf? Met wie heb je verbinding? Hoe is die verbinding? Waar zou je heen willen? En vervolgens ontstaat er nog weer een beweging. Nou, en je kan eigenlijk wel twee fases, zo duidelijk is het niet altijd, maar er is iets van het begin van, wat toont zich hier? En op een gegeven moment is het van welke beweging, of wat is hier nodig als we toch naar een oplossing willen werken? Of welke beweging is de eerste beweging die nodig is hier? Dus dat is ook het mooie van opstelling, is dat het niet alleen een analyse-instrument is, hè, en dan analyse even tussen aanhalingstekens, maar het is ook een instrument om meteen al een beweging in gang te zetten. Want vervolgens wordt die opstelling afgerond, mensen worden weer ontslagen uit hun rol, dat is wel belangrijk. En iedereen gaat eigenlijk anders naar huis. Je bent niet meer hetzelfde als voor die opstelling. Dus betekent ook dat als je thuis bent, of je komt in dat managementteam, of je komt in die organisatie, of bij je vader en moeder, het gaat anders. Ik heb wel eens iemand gehad die zei van, voor het eerst raakte mijn moeder me weer eens aan sinds jaren. Of ik heb wel eens gehad dat mensen zeiden van, maar dat team, dat is plotseling werken we weer toch weer anders samen. Dus dat is ook het mooie van opstelling. Je hoeft het vervolgens niet allemaal te vertalen naar acties en to-do-lijstjes. In de onderstroom, in die energie, is het al veranderd. Een andere vraag over hoe werkt het? Dit is gewoon, hoe werkt het? Welke stappen nemen we nou? Een andere vraag is van, maar hoe werkt het dan? Waarom? Want dat is wat er is. Het zijn soms wildvreemden. Die krijgen dus een rol van, ik ben de moraal uit die tijd. Ja, weet ik hoe dat was. Dus je gaat je dan inleven. Maar eigenlijk wat je doet, je wordt op die plek neergezet. En dat er eigenlijk direct merk je dus dat jij iets anders gaat ervaren. Je krijgt iets anders in je lichaam. Van buitenstaanders zien soms je ogen veranderen. Ja, en hoe dat werkt? Nou, ik heb als op de achtergrond zie je een magnetisch veld. Maar een magnetisch veld zien we ook niet. Hè? Een magnetisch veld om de aarde. Er zijn magnetisch velden om van alles. Totdat je de ijzervijzel opstrooit. Nou, hier zie je dus dat de ijzervijzel opgestrooid is. En daardoor zie je plotseling van, daar ligt daar een magneet. Oh, kijk, dat veld loopt een beetje krom en daar is het wat verdicht. En dat is eigenlijk wat opstellingen ook doen. Die zijn eigenlijk het ijzervijzel van de onderstroom van dat wat er in die organisatie speelt. En daarmee kan je dus dingen zichtbaar, tastbaar maken en voelbaar ook vooral, die normaal niet tastbaar en zichtbaar zijn. En het mooie is, ik twijfel eventjes, maar in 90% van de gevallen herkennen mensen het ook weer. Dit is waar het over gaat. Nu weet ik ook waar mijn gevoel vandaan komt. Nu snap ik dit ook. Dus het geeft zoveel herkenning. En als ik voor mezelf spreek, zeg maar in opstellingen waar ik als klant was, dat je ook denkt van, dit is wat ik doe, maar dit wil ik eigenlijk helemaal niet zien. Dus het is ook, het is ook wel de keiharde werkelijkheid die getoond wordt. Ja, dat vind ik het mooie van opstelling, is dat het eigenlijk alles wel zichtbaar maakt. Maar tegelijkertijd, dat wat zichtbaar kan worden, zeg maar, en wat de groep ook aan kan.
Want ik heb voor mezelf ook gezien, weet je, sommige opstellingen die gaan in stapjes. Dus de eerste keer krijg je een opstelling en dan nou, wordt er iets aangeraakt. Nou, vaak ook, zeker met familieopstellingen, tranen, dat er echt iets diep geraakt wordt. En de volgende keer duurt het daarop verder. Dus nou, als begeleider geef ik me ook wel redelijk over aan van, nou, dat wat zichtbaar wordt, wordt wel zichtbaar. Ik hoef niet te gaan zitten peuteren om meer zichtbaar te krijgen of juist af te remmen om minder zichtbaar te krijgen. En hetzelfde geldt voor organisatieopstellingen. Maar het betekent dus ook wel dat voor organisatie dat het ook best wel kwetsbaar kan zijn. Want het soms, ja, het raakt je ook als mens, zeg maar, als je dus daar dingen ziet. Dus, nou, ik heb wel eens een beetje een blog geschreven met de 5 redenen waarom je absoluut, of 3 redenen waarom je absoluut geen organisatieopstellingen moet doen. En dat heeft wel daarmee te maken. Ik vind natuurlijk eigenlijk dat je het absoluut wel moet doen, maar dan moet je het wel ook aandurven. Nou, mochten er vragen zijn, gooi ze in de chat. En anders gaan we gewoon weer verder. Nou, inzicht. Hè, maar dat kan vaak al. Ik krijg soms mensen, ja, ik wil weten waarom dit en dit. En dan kan je in 5 minuten zie je dat vaak al. Misschien 10 minuten. En ook de oplossingsrichting kan vrij snel helder zijn. Maar wat er gebeurt vaak in de opstelling, is dat er ook al transformatie bewerkstelligd wordt. Dus er is echt al een transformatie in de mensen die meedoen, in de vraagsteller en ook in de mensen die aan het kijken zijn. Dat mijn eerste ervaring is dat ik dus daar zat en dan in tranen was. Dus daar gebeurde echt iets in mij. Het mooie is als je met dit soort technieken, met management teams of met organisaties aan de slag gaat, is dat het een manier van embodied leren is. Dus het is niet vanuit ons hoofd, maar we gaan het echt, je ervaart het in heel je lijf. Dus en die ervaring blijft veel langer bij je dan dat je iets cognitief hebt geleerd. Je maakt ook contact met die intuïtieve laag. En het mooie is, doordat je eenmaal contact gemaakt hebt, kan je dat later ook weer makkelijker terughalen. Dus het is ook wel, er worden nieuwe deuren geopend die tot dan toe dicht waren. Dus ja, ik zie altijd, ja, die opstellingen hebben ook soms hele grote effecten, maar soms ook heel subtiel. Want het interessante is dat je dus, ik heb wel eens teruggekeken en toen dacht ik van, hé, als ik terugkijk, dat was zo anders voor die opstelling dan nu. Alleen het voelt als zo normaal dat ik niet meer zie dat daar zoveel veranderd is. Dus omdat je zo groot dichter, je gaat steeds dichter bij je werkelijke natuur komen. En ook organisaties komen veel dichter bij de werkelijke natuur van die organisaties. Waardoor het voor iedereen eigenlijk heel logisch en normaal is dat ze op een andere manier gaan werken. Maar het is echt vaak door organisatieopstellingen dat er echt een omslag komt. En als je dit met teams doet, hè, want je kan een organisatieopstelling ook gewoon met een team doen, dus dan is iedereen zichzelf. En daar leren ze een nieuwe manier van communiceren met elkaar. Want ik als begeleider ga dan wel mensen ook vragen om op een andere manier te praten. Dus niet van gisteren deed je dat en dit zou je morgen wel weer niet doen. Nee, wat ervaar je in het hier en nu? En wat vind je ervan dat diegene zo ver van je weg staat? Oh, je zou graag willen dat hij dichterbij komt. Kan je vragen, wil je dichterbij komen? Dus je gaat heel erg vanuit het hier en nu en vanuit je eigen waarneming communiceren, in plaats van een soort abstract praten over hoe de wereld in elkaar zou moeten zitten. Dus dat is echt grote winst, zeg maar, voor mensen vaak. Een oefening. Ik vind het leuk om het jullie te laten ervaren. We hebben natuurlijk niet een groep bij elkaar zitten in een ruimte. Hè? Dus dat is het lastige van nu. Maar je zit in je eigen ruimte. En als het goed is, heb je wat A4'tjes. Je hebt 3 A4'tjes nodig. Of kleine post-its. Maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Of 3 steentjes. Maar je hebt 3 elementen nodig. Dus anders moet je nu even de tijd pakken om dat te pakken. En je schrijft op 1 briefje, schrijf je ik. Of je naam. Me, myself en I. Wat jij erop wil schrijven. Je mag er ook een tekeningetje maken. En trek je even niks aan van hoe ik dat allemaal hier neergelegd heb. En het is ook handig bij mij, dat je ziet ook zo'n puntje erop staan. Dus dat je even een kijkrichting erop zet. Nou, dan zet je ook mijn bedrijf. En dat kan dus zeg maar je eigen bedrijf zijn. Een bedrijf waar je werkt. Of een organisatie waar je voor werkt. Ja. Kijk, als je nergens bij betrokken bent, nou, kijk of van welk systeem, hè, vind je interessant om eens te onderzoeken. En dan schrijf je nog een brief met het hogere doel van het bedrijf.
En dan bedoel ik eigenlijk ja, de raison d'être. Dus waar waarom is dit bedrijf in het leven geroepen? En dan kan je gewoon die tekst gebruiken. Dus je hoeft niet het doel zelf te weten. Dus je kan gewoon de tekst gebruiken van waarom is dit in het leven geroepen? Het hoge doel van dit bedrijf. Dan hou je het vaak ook nog wat abstracter. Waardoor zeg maar, de energie nog wat meer zuiverder kan worden. Zeg maar, want anders ga jij het al helemaal invullen. En wat je vervolgens doet, is dat je die drie papiertjes op de grond legt. Intuïtief. Dus voel maar, kijk maar, weet maar even waar horen deze briefjes. Dan kan je met je, ja, maakt het niet uit waarmee je begint trouwens. Het is wel weer interessant als informatie. Dus je legt de ik neer, je legt mijn bedrijf neer, het hogere doel van je bedrijf. Of de organisatie waar je werkt. Of de gemeenschap waar je deel van uitmaakt. En dan stel je voor dat dat mensen zijn. Dus daar staan drie mensen nu in jouw ruimte. En die pijltjes die geven aan, dit worden de ogen van die mensen. Dus waar kijken die mensen naar? Dus bij mij kijk ik naar mijn bedrijf en het hoge doel staat aan de zijkant te kijken, zeg maar, naar ons twee. Maar voor jou, echt, doe het helemaal zoals jij het wil. Dit is echt wat ik nu voor mijn bedrijf zo neer heb gelegd. En ook dat klopt denk ik niet, maar... En dan komt er een moment dat je even niet meer gaat schuiven. Dus dat je zegt, nou, volgens mij ligt het ongeveer zo. Of staan de mensen, hè, dan moet ze weer om daar weer de link mee te maken, staan de mensen ongeveer zo. En dan ga je op het briefje staan waar ik op sta. En dan ga je waarnemen, en ik zeg bewust waarnemen, dat is meer dan alleen voelen. Je neemt waar, hoe is het op die plek? Wat ervaar je daar? Nou, mensen die wat vaker in opstellingen hebben gestaan, die zullen dat wat makkelijker kunnen. Van, oh ja, weet je, je kan dus iets in je lichaam voelen. En dat kan heel subtiel zijn, hè. Soms dat je zegt, oh jee, ik voel een beetje mijn linkerkant zwaarder dan de andere kant. Of ik voel een soort windvlaag langs mijn hoofd. Of, nou, en het kan heel, heel groot zijn dat je denkt, wow, er zit een druk op mijn schouder. Of jeetje, wat een lichtheid en vlindergevoel krijg ik. Of, nou, kan ook emotionele waarneming zijn. Dat je voelt, wow, ik voel me wel wat verdriet of... Ik word boos of ik krijg juist heel veel energie en blijdschap. Het kan ook mentaal zijn. Dus dat je toch allerlei gedachten krijgt. En dat is niet van, oh, ik moet nu uit mijn hoofd. Nee, prima, dan zit je in je hoofd. Dat is dan wat er is. Hè? Blijkbaar in deze setting is dat wat de representant van jouzelf zegt. Van, nou, je zit veel in je hoofd. En je kunt... gaan waarnemen, hoe verhoud ik mij tot die andere twee? Hoe is mijn binding daarmee? Wat vind ik van die relatie, zeg maar? Staat iemand anders, staat die te ver weg, te dichtbij, goede afstand? Is het een fijne relatie? Kan ik die andere in de ogen kijken, hè, als het ware? Dus dan hebben we het ook weer even. Kan ik die ander ook zien? Kan ik die ander insluiten? Of sluit ik hem eigenlijk een beetje uit? Beangstigt het mij? Of word ik er blij van? Hè? Dus wat doet die ander met mij? Het zijn allemaal waarnemingen die je kan doen op het briefje van die ik. En het kan heel subtiel zijn. En je kan ook denken, wow, ik word plotseling overweldigd door een bepaalde emotie. Maar als je het te heftig vindt, kan je ook nog even kijken van, zit er een soort volumeknop die je zachter kan zetten of je stapt van het briefje af. En je kan ook gewoon even goed doorademen. En dan zijn emoties vaak wel weer handelbaar. Nou, vervolgens stap je van jouw eigen briefje af. En dan schud je een beetje. Zodat je echt even een andere energie, zeg maar uit die energie stapt. Dat is moeilijk om uit je eigen energie te stappen. Maar even de representantenrol. En stap je op het briefje van mijn bedrijf. Of mijn organisatie of de gemeenschap waar ik deel van uitmaak. En ook kijk je echt in de kijkrichting die op dat briefje staat.
En ook hier ervaar je weer, neem je waar, wat is er hier? Hoe is het op deze plek? Fysiek, emotioneel, mentaal. En hoe is het nu? Hoe verhoud ik me nu tot die anderen? Dat is wel interessant, hè? Want nu verhoud jij je dus als bedrijf tot jouzelf eigenlijk. Hè? Maar je bent nu representant van het bedrijf. En hoe verhoud je je tot de ik? En hoe verhoud je je tot dat hogere doel? En het kan ook zijn dat je al voelt dat je wil bewegen. Hè? Dat had je op de ik misschien ook wel gevoeld. Maar dat doen we nog even niet. Dat doen we zo meteen als de tweede stap. En als je eigenwijs bent, doe je het lekker wel. Hè? Ik bedoel, daar is geen regel voor. Het is ook wel interessant, hè? Want als het gaat over hiërarchie, ligt een beetje aan, is het nou jouw eigen bedrijf of is het bedrijf waar je deel van uitmaakt? Dus hoe voel je nou die rangorde? Voel jij dat jij een deel bent van die ik? Of voel je dat jij zeg maar, de baas bent over die ik? En klopt dat met de daadwerkelijke relatie die daartussen zit? Als je je eigen bedrijf hebt, ben je de baas over je eigen bedrijf. Maar als je in dienst bent, dan is dat bedrijf de baas over jou in de tijd van het bedrijf, zeg maar. Dus daar kun je ook waarnemen. Nou, stap je ook hier af. Schud je weer even los. Soms een rondje draaien even goed. Of net even rondje lopen. En stap je op het laatste briefje. Het hogere doel van het bedrijf dan wel van de organisatie. En hoe is het op die plek? Wat ervaar je daar? Wat neem je daar waar? En hoe is jouw relatie vanuit hier met die andere twee? Je kunt hier misschien ook wel zelfs, misschien wel zelfs woorden doorkrijgen over van, nou, waar gaat het hoge doel nou echt over? Hè? Want dit is het echte hoge doel, niet een of andere marketingtekst van de why, hè? Want we moeten allemaal een why bedenken. Nee, dit is echt de kern waarom dit bedrijf in de wereld is. Daar kun je ook een gevoel bij krijgen, of woorden bij krijgen, of een weten bij krijgen. Of misschien dat je er wel een soort beweging bij krijgt. En dan stap je ook van dit briefje af. Schud je weer, draai je een beetje rond. En dan ga je weer even op de ik staan. Want uiteindelijk ben jij maar degene waar het hier om gaat. Je hebt hier niet echt een vraag, want dit heb ik bedacht. Als een soort oefening. Dus, maar je kan wel even van op je eigen briefje staan. Van hoe was het nou? Hoe is het nou om zeg maar die andere twee tegenover je te zien en te weten wat je nu weet, zeg maar. Misschien hebben ze het als het ware uitgesproken tegen jou, hè? Van, ik voel me geen verbinding, veel verbinding, ik zou eigenlijk weg willen gaan. Nou, dat soort dingen, die laat je even tot je doordringen hoe dat voor jou is hier. Adem ook goed door. Dat is vaak met dat embodied leren, zeg maar, is dat je... Ja, laat het ook echt in je lijf doorwerken. Dus ademhalen helpt daarbij. Ademhalen helpt bij heel veel trouwens, maar ook hierbij. En wat je nu gaat doen, is dat je gaat voelen, ervaren op die briefjes van waar willen ze heen bewegen? Is er een beweging die ze willen maken? Dus je begint bij de ik, wil die een beweging maken? Ik heb even dit gedaan, zeg maar voel maar even uit die briefjes. Dus dan vervolgens ga je niet op die ik, ga je niet bepalen van waar moet mijn bedrijf heen? Nee, je gaat dan op het bedrijf staan. En je gaat dan vanuit daar voelen, waar wil dat bedrijf heen bewegen? En je gaat op het hogere doel staan en vanuit daar ga je voelen, waar wil het heen bewegen? Tussendoor is het wel goed om er echt even af te stappen, rondje te draaien en dan op het andere briefje te stappen. Maar neem daar eigenlijk je eigen tempo in.
Het kan zijn dat als het hoger doel verplaatst is, dat het bedrijf ook weer wil verplaatsen. Of dat jij weer. Dus het is een redelijk dynamisch geheel. Dus stap gewoon iedere keer op het briefje. Beweeg als je wil bewegen vanuit daar. Stap eraf, schud je los. En stap op het volgende briefje. Je moet je voorstellen dat eigenlijk ik hier als begeleider vraag tegen alle mensen die daar staan. Maak een beweging. Voel je innerlijke beweging. En vervolgens gebeurt er iets. Je kunt ook op die briefjes weer ervaren van, hey, is dit anders, beter, slechter? Nou, wat verandert er voor mij, hè, nu dit, ja, de setting eigenlijk anders is? En ook hier realiseer je, dit is een kleine oefening, dus we gaan niet naar een soort van perfectie streven, dat elk element hier gelukkig is. En ook niet dat de ik, dat jij zeg maar gelukkig bent hierin. Het kan best zijn dat je na twee bewegingen nog denkt van, het is nog niet helemaal lekker. En dat is gewoon informatie. Zoals het typische geval van, we gaan niet hier proberen alles te fixen, maar je doet gewoon een ervaring op. En je krijgt informatie over hoe jij je verhoudt tot je bedrijf en tot het hoge doel, het echte hoge doel en waartoe dit bedrijf eigenlijk op aarde is. Het kan je eigen bedrijf zijn of waar je in dienst bent. Dus je eindigt weer op jezelf. Ga je op het briefje met ik, daar eindig je en daar laat je alles nog eventjes binnenkomen. En dan registreer je nog even van, hé, wat heb ik hier ervaren, wat ervaar ik nu op deze plek in relatie tot die andere. En dan ben ik ook wel nieuwsgierig naar jullie ervaringen. Dus mag je in de chat wel even jullie ervaringen delen. Gewoon een chatberichtje aan mij met je ervaring. Misschien nog een vraag die je hebt. En als je zegt, nou, ik wil nog heel even blijven staan of nog even een beweging maken, nou, dat kan nog. Nou, ik krijg geen berichtjes. Dat kan zijn dat jullie er geen zin in hebben. Kan ook zijn dat het niet even niet goed werkt. Maar dan wil ik hierbij ook wel die oefening afronden. En dan is het wel goed om die briefjes even te ontslaan. Dus je zegt eigenlijk, je bent gewoon weer een briefje. Of je bent gewoon weer, nou, wat het dan ook was. En dankjewel. Soms wapper ik die briefjes even als een soort ritueeltje. Wemmy zegt, ik kon nu niet op de briefjes staan. Maar heb ze gevoeld. Oké, ja, je kan ook van een afstandje voelen inderdaad. Ben ik wel nieuwsgierig, Wemmy, waarom je er niet op kon staan als je dat wilt delen. Marja zegt, het hoge doel voelt als bevrijdend. Eigen bedrijf voelt eerst als zwaar. Na bewegen komt het dichterbij. Oké, ja. Sandra zegt, na opstelling meer evenwicht en goede verbindingen en hoger doel en van bedrijf helder. Dank je. Ja. Ja, dat is ook een heel fijne manier om je hogere doel helder te krijgen van je bedrijf. Oké. 5 lessen, want in al die opstellingen, dan zie ik op een gegeven moment ook wel een soort rode draad ontstaan. Nou, als eerste dat die 3 oerkrachten echt zeer bepalend zijn. Dus het is altijd goed om te kijken van, heeft alles een plek, krijgt alles een plek, wordt alles ingesloten? Of zijn we dingen aan het uitsluiten in deze organisatie? Of ik als mens, of nou, wij als maatschappij. Die rangorde, hè, van er is een soort natuurlijke rangorde. Wordt die gerespecteerd? Of zijn we daar een beetje mee, zeg ik eigenlijk van, nou, ik ben de baas van mijn baas. Of ik accepteer geen hiërarchie. Of mijn bedrijf is neemt mij over. Of, nou, en geven en nemen in balans.
Ja, dan vind ik toch ook, geen daders en geen slachtoffers. Dat is wel een belangrijke wat ik gezien heb. Is dat het dus ook niet gaat over als er bijvoorbeeld een probleem in de organisatie is van wie is hier nou de schuldige? Hè? Wie kunnen we die zwarte piek toeschuiven? Laten we even een opstelling doen, want dan weten we meteen wie we naar de laan uit kunnen sturen. Dat is dus niet waar het over gaat. En dat is ook iedere keer weer, blijkt het dat het veel subtieler ligt dan zwart-wit, een dader en een slachtoffer. Nee, het is een samenspel en het is dus vooral dat systeemgeweten, zeg maar, dat grotere bewustzijn, wat dus zorg draagt voor dat hele systeem, wat ervoor zorgt dat de delen van het systeem zich niet gedragen zoals ze het zelf zouden willen, zoals het systeem, zeg maar, zoals wij dat zouden willen, dus dat er problemen ontstaan. En het is echt zinvol om dat dader-slachtoffer-gedachte weg te laten. En vanuit een breder perspectief naar bedrijven te gaan kijken. Ander interessante is wat ik heel veel heb gezien en wat ook wel door eigenlijk alle opstellers wordt gezien, is dat patronen zich herhalen. Dus als er bijvoorbeeld een probleem is met veiligheid in jouw gezin, dan zal jij ook organisaties opzoeken die gaan over waar veiligheid een issue is. En dat zullen organisaties zijn die zich bezighouden in de maatschappij waar veiligheid een issue is. Beveiligingsbedrijven, politie. Die zijn dus bezig met klanten waar veiligheid een dingetje is. Dus dat veiligheidsthema komt dan eigenlijk op alle plekken terug. Dus ik kan eigenlijk al wel garanderen dat er bij de politie een issue is over veiligheid intern. En dat die mensen die daar werken grotendeels ook een last hebben van een veiligheidsissue in hun eigen leven. Goed, dat weet ik niet zeker, maar ik heb zelf bij een innovatieadviesbureau gewerkt. Nou, innovatie, vernieuwing was erg lastig in die organisatie. Ik vond het zelf ook lastig om te veranderen. En dat is wel interessant om dat te zien, want daarmee kan je dus eigenlijk ook, hoe zeg je dat, je kan het probleem eigenlijk al voor zijn, zodat je weet van als wij bezig zijn met veiligheid bij bedrijven, laten we extra aandacht besteden aan veiligheid in onze eigen organisatie. Ik ben met intuïtie bezig en met veranderen bij mensen, dat ik ook echt bewust bezig ben met mijn eigen intuïtie, eigen verandering. Hoe zit het daarmee? Want hoe meer ik daarin loskom, hoe verder ik ook klanten weer kan helpen. Nou, het vierde leerpunt, zeg maar, mijn vierde les is dat klanten heel belangrijk zijn. En dat is natuurlijk een beetje raar, maar dat is eigenlijk een beetje een open deur. Maar toch, in die zin zijn ze belangrijk dat ze natuurlijk zorgen voor het bestaan van het bedrijf. Maar ook wat er daarboven staat, hè, dus dat als jij bezig bent, jij trekt als het ware de patronen van een klant, zodra de klant klant bij jou wordt, trek je die patronen in je organisatie. Dus als jij klant krijgt die militaire apparatuur maakt, dan trek je daarmee de hele militaire wereld in jouw organisatie. Dus jij trekt ook daarmee, maak jij deel uit van de militaire systeem plotseling. En dat betekent dus, daar zit wel wat gedoe, hè? Of als je bijvoorbeeld een sigarettenfabrikant bent, of een sigarettenfabrikant als klant hebt. Komt dus de sigarettenverslaving zit dan in jouw organisatie verweven ergens, op een of andere manier. Bewust, onbewust. Dus de klant en de klant van de klant is zeer belangrijk om te weten dat je daarmee echt een diepe verbinding hebt. En dat is weer verder niet goed of slecht, maar dat is weer is wel fijn om je te realiseren. Dat je dus ook weet dat bepaalde problemen in je organisatie daarmee te maken kunnen hebben. En als laatste is het belangrijk van waartoe, waar jullie net contact mee hebben gemaakt, waartoe is dat bedrijf nou opgericht? Waartoe is dit bedrijf op aarde? Wat is nou de rol van dit bedrijf in de maatschappij? En hoe dichter je daarbij blijft, hoe meer het kan stromen en hoe succesvoller het bedrijf is. En zeker als bedrijven wat groter worden, maar ook, merk ik ook wel bij mijn eigen bedrijf, hoe langer je bezig bent, hoe onbewuster het wordt of hoe makkelijker je misschien ook daarvan afgaat. Ik had op een gegeven moment, uitnodiging van een aantal collega's, ging ik training ontwikkelen voor andere coaches, ging ik coaches opleiden, had ik op een gegeven moment gedacht, ik ga een academie voor coachen oprichten, ik ben echt een coach. En toen verloor ik eigenlijk mijn hele bedrijfskundige achtergrond en het bedrijfsstuk verloor ik uit het oog. En dat was niet waarvoor mijn bedrijf was opgericht, dat heet intuïtief ondernemen. En dat ging echt over ondernemen, ondernemerschap in bedrijven. Dus dat ging echt over dat bedrijfskunde. Toen ik dat weer teruggepakt heb, toen ging het ook veel meer weer stromen in mijn bedrijf. Dus ook voor mijn eigen bedrijf was ik op een gegeven moment kwijt waartoe het bedrijf nou uiteindelijk is opgericht.
Dus dit zijn vijf lessen waarvan ik zeg, nou, dat is wel wat ik uit opstellingen haal. En als je dit sowieso, weet je, zonder opstellingen kan je al dit meenemen als je met organisaties aan de slag gaat. Of met mensen en organisaties. Als daar vragen over zijn, hoor ik dat ook graag. Kijk, dan zal ik mijn agenda nog weer even delen met jullie. Die weg, nou, de agenda was al gedeeld. Want ik wil ook met jullie, niet twee keer. Van, wil je hier nou meer mee? Hè? Ik kan me voorstellen dat je zegt, nou, ik heb wel ervaren. Sommigen die doen er al heel veel mee. Maar ik zou toch wel wat meer ook in een fysieke groep van je wat mee willen. Nou, de komende tijd heb ik allerlei workshops. Onder andere volgende week geef ik een zogenaamde Heartbeat organisatieopstelling in Amersfoort. Voor de Society for Organizational Learning, een non-profit organisatie. Op mijn website kan je dat vinden. Als je dus klikt op de linkje onder de video. Wil je zelf opstellingen leren begeleiden, organisatieopstellingen? Dan heb ik een vijfdaagse training daarvoor in Apeldoorn. Van 23 tot en met 27 oktober. Nou, dat is echt een intensieve training. En daarna kan je gewoon zelf opstellingen leren. Dan kan je opstellingen begeleiden. En de een kan het dan meteen heel goed, zeg maar, en op heel veel plekken. En de ander kan gewoon op kleine interventies doen met opstellingen. Nou, wil je een hele dag lekker met opstellingen aan de slag? Dan gaan we dat in Eefde ga ik dat doen. 8 november, dan doen we grote opstellingen met hele groep. We doen kleine opstellingjes. En misschien doen we ook wel iets met tekenen. Dus een echte workshop organisatie opstellingen. Waar je eigen vragen in kan brengen. Waar je met vragen van anderen aan de slag gaat. En daar kom je echt altijd wijzer en vol energie vandaan. 20 november is een workshop intuïtieve marketing. Die gaat echt specifiek over, ja, hoe kan je nou dit soort zaken inzetten in je marketing. Hoe kan je daardoor dingen ontdekken in die onderstroom. In dat magnetische veld, zeg maar. In dat energetische veld. Waardoor jouw marketing makkelijker gaat als bedrijf. Waardoor je meer klanten krijgt. Nou, dat is 20 november. En dan ben ik nu bezig een training organisatieopstellingen om die te begeleiden in Parijs te geven. Een internationale training. Dus als je dat interessant vindt, nou, stuur me dan even een mailtje. Maar je kan je ook via de site vast aanmelden daarvoor. Daar ben ik nu de data aan het prikken. Dus dan kan je nog meedoen in het prikken van de data. En ook met een opleiding intuïtief coachen en adviseren. Dat is dus niet om zelf opstellingen te leren begeleiden. Dat zit er soms wel in, soms niet. Ligt een beetje aan de groep. Vorig jaar zat het er wel een beetje in. Maar dan werken we wel veel met opstellingen. En dan ga je echt van hoe ga ik nou mijn intuïtie inzetten in het coachen en adviseren van mensen en organisatie. Ja, alles staat dus in die agenda. Sander heeft geen vragen, heldere info. Nou, god, wat een timing zeg. Het is alweer 9 uur. Ik zal even open. Dus die wil ik dan graag beantwoorden voor je. Je kan me ook altijd een mailtje sturen, Martijn@intuitiefondernemen.nl. En dan beantwoord ik het graag. Je kan ook een keertje bellen. Dus ja, ik deel graag mijn gedachtegoed over organisatieopstellingen. Ik vind het ook leuk als je in een workshop komt, maar dat hoeft niet, zeg maar. Je kan ook bij andere mensen workshops volgen. Daar ben ik ook echt eerlijk in, hoor. Zelf zou ik altijd bij verschillende mensen workshops volgen. Want dan krijg je van verschillende kanten krijg je dan het werk belicht. Maar goed, ik zie je graag bij een workshop. En ik hoor graag van je als je nog vragen hebt. Fijne avond allemaal. En tot de volgende keer.